De meeste mensen kopen een ham-prijssalade gewoon in de supermarkt, maar het is zo makkelijk te maken en het resultaat is echt fantastisch. Daarvoor begin je eerst met het wassen van de prei. Zo is al het zand goed verwijderd. Dan snijd je in kleine stukjes. Dan vermeng je mayonaise met yoghurt, mosterd, peper en zout, een klein beetje azijn. Je zal merken dat dit nog best wel dik is, maar dat maakt niet uit, want de prei, daar zit wat vocht in en samen maakt dat iets dunner en een mooie saus. Wanneer je alles goed op smaak hebt gebracht, voeg je de ringen prei toe. Dit meng je, daar gaan de hamreepjes bij. Dit laat je tenminste 4 uur in de koelkast staan, dan wordt de prei wat zachter en iets minder scherp en is heerlijk op een stokbroodje of een toastje. Eet smakelijk!